feestdag in Frankrijk, waar we overigens heel weinig van gemerkt hebben. De etappe van vandaag geeft aanleiding om over te praten en dat doen we met gasten. De eerste gasten die ik aan u voor wil stellen, gasten, reed weerom heel erg hard in Italië. Gisteren kon de wereld zien waarom zij de allerbeste van de wereld is. Er zijn niet veel mensen die dat kunnen zeggen. Dit zijn de beelden die ik wil laten zien van Marianne Vos. Roze is sowieso een mooie kleur. De Ronde van Italië voor vrouwen, de Giro Rosa, zoals die heet, is een moeilijke koers. En die moet je maar weten te rijden. En zij weet hoe ze dat moest rijden. 4 etappes wisten te winnen en het eindklassement. Of het niets is. Winnen, ja, dat weet zij zo goed uitvoering te geven. Dat het bijna een gewoonte is geworden voor ons allen in Nederland om te zeggen waar ze opstapt, wint ze. Dat is wel gek eigenlijk. Ja, nou ja, en voor mezelf is dat ook nog steeds niet zo. Mensen het vanzelfsprekend vinden dat je wint. Ja, voor mezelf wint dat niet. En ik weet dat het zelf dus niet vanzelfsprekend is. Sport blijft sport en het moet maar weer gebeuren. En juist als de concurrentie jaagt, dan moet je ze voor zien te blijven. Hebben ze afgelopen week gejaagd op je? Ja, ze hebben op me gejaagd en ze hebben het me heel erg moeilijk gemaakt. En ik had er ook een heel sterk team voor nodig om uiteindelijk dat roze mee naar huis te nemen. Ja? Ja. Was dit je moeilijkste zege van sinds tijden weer eens of zo? Nou goed, een Giro krijg je niet cadeau. Dat zijn zwaar bevochten overwinningen. Ja, je moet voor de secondes gaan en je mag geen moment verslappen. Dus hij was wel zwaar bevochten. Maar het was een moeilijke overwinning. Maar met het team zijn we wel vanaf de proloog tot gisteren de Madonna del Guisallo in controle geweest. Nou, tegelijkertijd is dan de Ronde van Frankrijk. Daar kijkt de hele wereld naar. Er is ook nog een beetje Ronde van Oostenrijk. Daar kijkt niemand anders naar dan wat mensen in Oostenrijk. Ik vraag mij af, hoe staat de Giro Rosa in het licht in Italië? Waren er mensen? Was het op televisie? Hoe zit dat? Nou, in Italië is wielrennen heilig. En de Giro is ook maar vrouwenwielrennen is helemaal ook? Heilig. Ja, als het om een roze trui gaat, dan maakt het mensen niet uit of dat er nou mannen of vrouwen op de fiets zitten. Daar wordt naar gekeken. Dus elk dorpje is roze aangekleed. De Rai zendt het uit. De media is wel aanwezig. Alleen ja, het is Italië waar de Giro leeft en buiten Italië vindt het wat minder grond. Nou ben jij een groot voorvechter voor de vrouwensport. Dat lukt je vrij aardig. Heb jij het idee dat met jouw overwinningen zoals nu, de afgelopen week weer, dat je weer een steentje hebt neergelegd voor dat huis dat vrouwenwielrennen heeft? Nou, het vrouwenwielrennen is de laatste jaren zeker wel in groei en in verdere opkomst. En nou ja, dat is in de Giro te zien, dat is in het niveau te zien. En ook wel aan wedstrijden die erbij komen, zoals de Tour of Britain en straks over 2 weken daar gaan we in zo Parijs. Daar maar gaan goed, we zo ja, maar goed, daar gaan we over, ja. Over verder. Maar ja, daar zie je dus dat het echt wel in opkomst is. En de Giro is onze meest prestigieuze etappekoers. Dat telt in het peloton, daar gaat iedereen voor. Daar staat iedereen aan de start en daar moet gewonnen worden. Daar wil iedereen graag winnen. Dat blijft gewoon een hele mooie koers. Alleen ja, dat mag nog natuurlijk nog wel iets verder uitgebreid worden. Ja, jij bent de ambassadrice voor de hele vrouwenwielrennerij. We hebben in de afgelopen jaren hebben we altijd geprobeerd om naast iemand uit de wielrennerij, laat ik zeggen, een vreemde gast te hebben. Dat konden artiesten zijn, of zangers, of schrijvers, of weet ik veel wat. En zo soms kwam er ook een politicus langs. En dan had je het idee van, goh, wat kunnen die nou eigenlijk? Nou hadden we er nu een gevonden waarvan we wisten dat hij een tikje eigenwijs was. Hij kwam uit Friesland en had gestudeerd in Utrecht. En hij was een van de jongsten die de liberalen in Nederland vertegenwoordigden. Maar Halbe Zijlstra op een racefiets? Kijk maar hoe hij het deed. We zullen die top halen. Dan moet ik hem kruipen. Halbe, was dit voor de bühne? Nee, dat was echt op dat ontzettende vreselijke steile stuk. En Thijs die had me al een paar keer aangemoedigd. Thijs is Thijs Sonneveld. Ja. En die is tegenwoordig alles. Die gaat ook met politici fietsen. Jij reed voor hem. We hebben een stuk naast elkaar gereden. Ik moet zeggen dat ik niet
ik vond het zeker niet tegenvallen. Nou, dus bergop. Maar zeker niet bergaf. Dat was op het roekeloos af. Mijn vrouw kijkt. Sorry, gezegd is gezegd. Nou, ja, maar we zien je daar afzien. Ja? Ja. Waarom doe je zoiets? Nou, tijdens zo'n klim denk je ook inderdaad van waar deed ik het ook alweer voor? Maar gewoon de uitdaging van die top halen. Ja. En daarbij, als je aan het fietsen bent, is je hoofd leeg. Je bent maar alleen met dat ene ding bezig. Bovenkomen, tempo houden, beenritme. En dan ben je niet bezig met probleem X of Y. Het is gewoon heerlijk loslaten. Sinds hoe lang weet je dat al? Ik ben op mijn 29e gaan fietsen. Dus dat is nu 16 jaar geleden. En daarvoor voetbalde ik. En de dokter zei, voor de knie was het niet goed meer. Ga eens fietsen. Nou, eigenlijk sindsdien virus besmet en niet meer vanaf gekomen. En nou heb je vandaag door rijen toeschouwers gereden die van alles naar je hoofd slingerden. En... Ja. Maar heb je enigszins het idee gehad van dit is de Tour? Ja, en vooral van die momenten dat er zo'n halve zool voor je springt. Thijs kan overigens buitengewoon goed schelden, heb ik geleerd. In alle talen. Ja, in alle talen. Maar dan, dan kom je aanfietsen en dan gooien ze gewoon een vlag in je gezicht en dat soort dingen. En dat hebben wij dan twee keer op zo'n berg. Maar die toerfietsers die hebben dat gewoon om de 5 meter. En dat is echt niet normaal. Dit is het leven. Dit is het toerleven. Dat is de Tour. Ja. Ja. Dat is wel weer fantastisch. Daar gaan we zo direct over praten. De etappe van vandaag, dames en heren, stond in het boek als niet eens moderaat. We wisten dat er dingen gingen gebeuren. Want als je over 170 kilometer 6 bergen inlegt en dan zit je in de Vogezen, dan weet je dat het gaat gebeuren. Als je enig historisch besef hebt. Laten we nou eens beginnen met dit mooie beeld. Kijk eens. De beste vrouw op de fiets. Awesome met op het ogenblik misschien wel de beste man op de fiets. Have a good fight. Have a good lopen. Leuk, hè? Marjan Vos kijkt toe om Nibali naar zijn fiets toe gaat. En we beginnen aan een etappe die op en af en op en af gaat. En soms regen en heel veel mist. Met een kopgroep, met een grote kopgroep. Feuclair, Riblon, Juana, Rodriguez, Viconti, Barta, Destra, Martin, Kwiatkowski, Irigaard, Gerard, met Taramé en Wies. En we hebben een valpartij en de opgave van Thiago Machado. Maar dan zien we even later Machado weer fietsen. Hij heeft zijn fiets toch maar weer gepakt. En dan wordt het stil. Het wordt stil in de Ronde van Frankrijk. Hier staat de man die ooit de Tour won. En zijn titel kwijtraakte. En terugkwam. En zo goed terugkwam dat hij valt. Maar hij weet nog niet wat de blessure is. Zijn ploeggenoten helpen hem eerst. 20 minuten later stapt hij af en zijn er de tranen. Komt daardoor niet. De een zijn dood is de ander zijn brood. Harder en harder gaat het vooraan. En de mannen van Nibali die gaan er zo hard aan trekken dat het gebeurd is voor bijvoorbeeld Lars Boom. Mooie hoofdbeweging. Daar gaat Cancellara. Daar gaat de gele trui van Galopin. Het wordt een veldslag. Een geweldige veldslag. In een natte, mistige wedstrijd. Die steeds meer suspect oplevert. Waar zitten de renners? Waar zit een kopgroep? Kijk, de cameraman volgt ze wel, zoekt ze en krijgt ze dan in de gaten. Hier gaat Liewe Westra eraan voor de moeite, zoals het heet. En zo blijven er van die 15 voorop nog maar een paar over. En dan krijgen we een nummertje, een ongekend nummertje van Tony Martin. Gisteren 150 kilometer voorop gereden. En dan, oh, wat lekker. Oh, even strekken. En de Fransen, ja, die hebben hun feestdag. En dit is leuk, wie de mooiste van dit soort figuren maakt, die krijgt een prijs. De VIP's worden tegenwoordig per helikopter aangereden, u hoort het goed. Sagan heeft er weinig oog voor. Hij zat in de eerste kopgroep, dan zit hij in het peloton en dan gaat hij eruit. Gerrans gaat uit het peloton. Het is zo'n etappe. Je waait weg alsof je een oud espenblad bent en meer niet. En vooraan rijdt dan een klein peukje. En dat kleine peukje die zijn eerste 9 dagen zijn benen niet rond kon krijgen, gaat nu voor de trui. Dit is niet Finland, dit is dit gedeelte van Frankrijk van de 1000 meren. Kwiatkowski, dat is de man die hier overneemt. Ziet u Martin? Kijk naar Tony Martin. Dit blijft er over van een man die 27 minuten lang als een gek op kop heeft gereden. En nooit meer afgaf. Hij zakt terug en steeds verder terug. Maar wat wordt het voor een etappe? Het peloton, ja, dat is niet eens meer uitdunnen wat je nu ziet. Dit is bijna, ja, dit is ongelofelijk. Hier gaat Laurens ten Dam. Dank je, Lau. Lang volgehouden. Eén na laatste klim gaan ze te hard voor je.
En dan gaan er steeds meer af. En Rodriguez blijft dan alleen over. Kwiatkowski, de jonge Pool die goed rijdt en die een mooi plan had, moet laten gaan. En gaat stilstaan. Surplus komt hij te staan. En dan komt het moment dat Scarponi van de kop afgaat. En Nibali zegt, weet je wat, ik ga eens op zoek naar die Rodriguez. Daar heb ik eigenlijk nog wel een appeltje mee te schillen. Hij heeft steeds op 2-3 minuten gereden. En hier is dat kleine manneke. Die won al 8 etappes in Spanje en 2 in Italië. En hij gaat nu voor die eerste overwinning, dat denkt hij, in Frankrijk. Dat lukt niet. Porte neemt dan over bij de achtervolgers. En die krijgt een race van Fransen mee. Op 14 juli hebben alle Fransen betere benen, laten we het zomaar zeggen. Bauke Mollema die moet een klein minuutje toegeven. Nibali laat dan Rodriguez staan. Dit moet een oude afrekening zijn, dat kan bijna niet anders. Want hij weet dat hij de gele trui gaat pakken. Maar ook de etappe-overwinning. En was nooit geschreven in het grote boek der wielerkunde. Jij de trui en ik de overwinning, of omgedraaid. Nee, Nibali vandaag zegt het is voor mijn kind. En zo krijgt deze etappe een onwaarschijnlijk beeld over zich. Van mist, regen, pijn. Een grote kanshebber uitgevallen. Andere mannen weggereden. Hier komt Bauke Mollema op een minuut binnen. Hij wordt nummer 12 in de etappe van vandaag. En hier huilt Frankrijk, want de gele trui gaat van de schouders van Galopin af. En dit is het verdict. Nibali, Pino, Valverde, Perrault, Bardet, Van Gerderen, Van Garderen, Port, König, Rodriguez, Nieven. Dat zijn de eerste 10. En Bauke Mollema die komt op 1 minuut en 6 binnen en is dan de beste Nederlander. Ik leg het nu in jouw handen. Wij denken altijd klimmen in de Ronde van Frankrijk is Alpen en Pyreneeën. En wij vergeten zo vaak de strijd hier. Ja, en je kunt die, nou ja, goed, we hebben vandaag ook gezien, je kunt die echt fantastische etappes bouwen. Afgelopen dagen net zo goed hoor. Maar dit, zeker met zo'n finale, de Planche Belleville is echt super, super stijl. En je kunt eigenlijk over zo'n hele dag dwars door de Pyreneeën heen trekken, wat ze vandaag gedaan hebben. Op af, alleen maar klimmen van eerste, tweede categorie. En vaak levert dat een mooier schouwspel op dan alleen maar van die oorkategorie bergen, waar ze heel goed hun krachten moeten verdelen. Hier kun je eigenlijk wat meer tactisch rijden, wat Quickstep gedaan heeft vandaag. Ja, hier kan je eigenlijk soms beter een veldslag maken dan midden in de Alpen. Maar had, en dan wil ik jullie er graag bij betrekken, had ook het weer er niet mee te maken. Die slierte mist die om die bergen hingen. De suspense, wie rijdt waar. De nattigheid. Hadden jullie dat niet? Ik vond het fantastisch om naar te kijken vandaag. Had jij dat niet? Ja, nou het weer dat maakt het wielrennen vaak wel extra episch of heroïsch, wat dan ook. Maar ja, zo'n etappe, dat gaat gewoon in je lijf, in je benen zitten, continu op en af. Dat is eigenlijk veel zwaarder dan, of veel zwaarder, dat is maar net hoe de renners er tegenaan rijden. Maar ze hebben er flink de gang in gehouden. Ja, dat gaat gewoon in je lijf zitten. En dan het weer erbij, dan zie je die renners, weet je niet meer waar ze rijden. Ja, dat is mooi. Dat kwam echt met bakken naar beneden. Ja, jij hebt het meegemaakt, Matthijs. Ja, dat was het. Was het koud onderweg? Nee, het viel wel mee. Het was in een graad of 20. En, dan, en die mist? Ja, die mist, dat, met name als je afdaalt. Ja. Dat is toch wel handig als je een bocht ziet aankomen, zou ik maar zeggen. Dus dat was niet helemaal joepie af en toe. Ja. Maar zij deden dat met een gemiddelde over de hele dag van boven de 40 kilometer. Ja, dat zijn wij niet in de buurt gekomen. Ja, maar dat is het mooie. We gaan napraten. Laten we eens beginnen met Bau en Lau. Kom maar. Ja, het was afzien vandaag. De hele dag hard gereden, slecht weer. En, het was gewoon een zware dag. Op het moment dat Nibali gaat op de slotklim. Ik dacht dat ik zag dat je nog probeerde over te steken. Ja, maar ik merkte meteen dat ik eigenlijk niet echt meer een versnelling in de benen had. Die eerste paar kilometer van de klim. Dus toen ze gingen dacht ik van ik ga mijn eigen tempo rijden. En goed, even daarna dan denk je van ja, misschien kan ik toch nog de oversteek maken, maar dat lukte niet, dus dat was jammer. Ja, het was echt heel zwaar. Ik ga er even bij zitten, zo zwaar was het. Ja. Wat maakt het zwaar, de klimmen of het weer of beide? Beide, ja. Ik had deze rit van tevoren, wist ik dat dit een hele zware rit ging zijn. Ik had hem zelf gefietst om te trainen. Nou ja, toen kwam ik hier misschien nog uitgewonnen. Nee, dat is niet waar, ik ben nu moeier. Maar toen moesten er ook een paar marsen in. En, nee, maar toen was het mooi weer, maar het was nu slecht weer en dat maakte het dubbel zo zwaar en zo lastig. En dubbel gefocust in de afdalingen, want je ziet wat er met Contador en ik weet niet of mijn shadow weer is opgestapt, maar dan moest ik ook omheen rijden. Maar het was gewoon zwaar.
Het was een zware dag. Ja, je verliest zeg maar een minuut op Nibali, een halve minuut op de groep Poort. Ja, oké. Okay, ja, goed. Dat, ja, goed. Het is niet, niet heel goed natuurlijk, maar ja, ik heb de schade weten te beperken. Heb jij gezien wat er met Contador gebeurde? Nee, ik reed achter hem. Maar, volgens mij rechts zag ik hem uit de berm klauteren. En de hele lichtgele ploeg stoppen, zeg maar. En mijn eerste reactie was, die gaan dus niet op kop rijden, want wij gingen ervan uit dat hij voor de ritzegen ging gaan. Ja, in het begin is even gewacht. Ja, dat is ook wel zo netjes natuurlijk. Onderaan die klim waar we toen uitkwamen is gewoon echt even een paar minuten heel rustig gereden om, ja, om hem de kans te geven om terug te keren. Alleen, ja goed, al snel wat duidelijk dat hij echt 3 minuten achter lag. Ja, en als, ja, dan kun je natuurlijk op een gegeven moment ook niet meer wachten. Ik heb alles eraan gedaan in voorbereiding, Bouke ook, dus daar kan het niet aan liggen. Maar ja, het ene jaar is het andere niet. Maar ik hoop nog zeker wat te verbeteren richting Alpen en Pyreneeën. Het valt me wel een beetje tegen, ja. Ik had wel iets meer van gehoopt vandaag. Maar goed, ja, het is niet anders. En benen zijn nog niet helemaal zoals ik ze zou willen. Maar ja, goed, misschien kan ik wat ik zeg verbeteren. We hebben pas 1 aankomst bij Rob gehad. En ja, er is nog 2 weken te gaan, dus er kan nog veel gebeuren. Op de 17e plaats vandaag kwam Jurgen van der Broek binnen. Die hebben we expres op de camera gevraagd, omdat hij wel zag wat er met Contador gebeurde. Misschien had ik het zeg, maar zijn eigen schuld als hij daar in volle afdaling, waar iedereen rustig in de wielen zit, komt hij recht op de pedalen naast mij voorbij, willen sprinten en schiet hij in de put en gaat los over kop en ja, hij ligt met zijn hoofd even mijn voorwiel. Ik begrijp niet dat je al die risico's neemt voor één plaatsje op te schuiven. Of hetzelfde geld neemt je mij dan mee. Dus. Goed, dat zijn de meningen van de renners die er dus vlakbij in de buurt zaten. Waarbij in de buurt? U bent net binnengekomen in uw kamer. De Ronde van Frankrijk is via een valpartij zijn tweede grote verdette kwijtgeraakt. Contador is naar huis. En het begon allemaal zo feestelijk voor de Spanjaard. Want wat Nibali had, had Contador ook. Hij kreeg bezoek van Marianne Vos. How are you? Good. Congratulations. Nice to see you. Thank you. Always when I look to you, you win the. Wow. I can't come to you without a win, so. Yeah, I hope. Today, a very important day. It's a big day, Yeah. All days is raining and today is different. Yeah. Maybe. Feel good? Yeah, feel good. Yeah. But then I need to cover a lot of time. It's okay, but the stage race is very, very hard, all the up and down. Yeah, I've seen the schedule, yeah. But okay, I work a lot during all day, all day for this moment, and then, okay, I will try. Well, good luck, and we'll cheer you on. Nice to see you. Thank you. Normaal gesproken moeten helpen, zoiets. Wat zei je? Zou toch normaal gesproken moeten helpen? Dat de ronde mis je voor de etappe kust. Ja. Je had hem wel meer gesproken. Ja, ik had hem wel eerder gesproken. Het is niet zo dat dit is niet in elkaar gestoken. Dit is nee, gewoon, ja, dit nee, was, het was heel relaxed en ontspannen voor de start. Dus ik had er wel ook hoop op dat hij ging aanvallen en dat hij wat meer ging laten van? Zien. Ja, wel van zijn manier van rijden. Ja, ik vind het altijd wel mooi om te zien. Dan gaan we maar naar de beelden toe. En die beelden die zijn priemend en die zijn tekenend. We zijn net door de klok van 3 heen. En dan zien we dit beeld. Een arts die heel onhandig probeert een zwachtel aan te leggen. En je ziet een bijna serene man die weer op zijn fiets stapt. En dan diezelfde arts naast zich krijgt. En dan wat dingen vraagt. Jana Ries in de volgwagen is dan al naar voren gegaan. En dan krijg je dit beeld. Het bedanken van maat, het gaat niet meer. We zien het. Afstappen. En hier gaat naar Froome. In Frankrijk, in het noorden van Frankrijk, Contador in het oosten van Frankrijk, naar de kant van de weg. En het moment van het afscheuren van het rugnummer zullen we niet zien, maar deze beelden zeggen alles. De Ronde van Frankrijk is weer een grote renner kwijt. Wederom door val. Daar staat de wagen en naam en eerloos, mag je bijna zeggen, gaat hij daar zitten. De wereld kijkt door de mist toe. De cameraman blijft, of hij ervoor kiest, weet ik niet, maar op enige afstand staan. De cameraman die wij nu inschakelen, die staat op enige afstand van Besançon. En die staat bij Jeroen Stekelenburg. Jeroen, je hebt Steven de Jong naast je staan. Neem het over en laat ons weten wat er daar zich allemaal afspeelt.
Ja, wij zijn bij de ploeg in Mineurs inderdaad. En naast mij staat inderdaad een van de ploegleiders van Tinkoff Saxo, Steven de Jong. Steven, je komt net het hotel uit. Hoe is het daar? Ja, de stemming is niet al te best natuurlijk. Maar ik denk dat we morgen een rustdag hebben die toch heel druk bezet gaat zijn. We moeten onze doelen opnieuw gaan stellen. En ik denk dat het onzinnig is om nu te roepen van ja, we moeten voor de aanval gaan en elke etappe mee en dit en dat. Ik denk dat we doelbewust wat etappes uit gaan zoeken en daar proberen te scoren. Ja, want jullie zijn een ploeg die hier heel duidelijk met één doel kwam, één kopman. Ja, dus dit gooit alles in de war. Ja, dit gooit alles in de war. Ja, ja. Op het moment dat we hoorden dat hij gevallen was en dat ze ook in de radio zeiden de renners van het is erg. Ja, dan gaat het wel door je heen. Neem ons eens mee naar dat moment, want wat is er nou precies gebeurd? Ja, nou, ik weet nu sinds ik bij het hotel ben eigenlijk pas het hele verhaal. Ze zijn die afdaling ingegaan voor die klim die nog geen kilometer later begon. En Alberto heeft waarschijnlijk nog, wat ik begreep nu, nog wat uit zijn achterzak gepakt om te eten. Toen iets geraakt wat op de weg lag en zijn hand zeg maar van het stuur gegaan. Dus hij is gelijk met 80 kilometer per uur op het wegdek gesmakt eigenlijk. Jurgen van der Broek zei het in onze uitzending dat hij ook wel heel hard ging, dat hij wel risico nam. Ja, maar ja, ik denk als je het peloton volgt, iedereen gaat 80 per uur. Daarachter zijn ze ook 80 per uur naar beneden gegaan. Ja, het is risico nemen als de weg nat ligt en je moet naar beneden, ja. Je moet toch volgen. Ja, dan kom je bij hem uiteindelijk. Wat gebeurt er dan allemaal? Nou, toen wij bij hem kwamen, toen... Dat is de tweede auto, hè? Ja, want ze hadden onze fiets nodig, maar... Even kijken, toen zag ik al dat het niet goed was. Want dat had een hele bleke huidskleur eigenlijk. En hij moest zijn schoen verwisselen, want zijn schoen die was helemaal kapot. En ja, toen kon je eigenlijk al zien dat hij zo'n smak had gemaakt. Dat het, uitrijden misschien. Maar toen hij helemaal vertrok, toen zagen we ook dat hij een heel grote wond had bij zijn knie. En ja, toen zagen we toch wel in dat het heel moeilijk zou worden. Ja, en dan komt het moment dat hij in de ploegleiderswagen stapt. Ja, dat moet in zo'n hele ploeg een soort siddering zijn, of niet? Ja, zeker. Iedereen was even lam geslagen. Renners, personeel, iedereen. Dus Nee, kijk, hier werk je 8-9 maanden naartoe. Jij ook? Jij hebt heel veel met hem gewerkt. Ja, nee, zeker. Ik ben meer met Alberto op pad geweest. Denk dat ik bij mijn familie ben geweest. En dat maakt allemaal niet uit. Maar op dat moment dan gaat het wel door je heen van godver. Weet je, het is allemaal even voor niks geweest. En dat is balen. Dan wordt hij afgevoerd naar de post waar hij een X-ray krijgt, een röntgenfoto. Dan blijkt dat hij zijn dijbeen heeft gebroken. Dan komt even laat zijn scheenbeen, sorry. Ja, zijn scheenbeen. Dus scheenbeen gebroken en hij heeft een fikse wond ook aan die knie. Dus ja. Even later komt dan de bus hier om 9:00 vanavond. En dan verwacht ik eigenlijk iedereen uit die bus, behalve Contador. Maar dit zijn de beelden. En dan komt hij als een soort echte kopman als eerste die bus uitlopen. Met een brace om zijn been heen, dan vind ik het echt onvoorstelbaar. Maar gaat hij de pers nog te woord staan? Ja, is dat Contador zoals jij hem kent? Dat is Contador zoals ik hem ken, ja. Dus ik heb hem net ook nog gesproken en hij zei ook, luister Steve, tot aan de arts zegt dat ik geen Vuelta kan doen, rijd ik de Vuelta gewoon. Dus daar moeten we vanuit gaan. Ja, ik vind het onwaarschijnlijk, maar we gaan het zien. Hij vliegt morgen met privéjet van Oleg, vliegt hij naar Madrid toe. En dan gaat hij daar naar de specialist toe. En hopelijk hebben we morgenavond meer nieuws. Ja, we kunnen dus heel even luisteren naar het verhaal van Contador. Want voordat hij het hotel inliep, zei hij het volgende. Pero sí, es un día duro porque han sido meses de mucho trabajo, meses de muchísimo sacrificio. Como digo, yo creo que pocas veces he estado en forma como estaba ahora mismo. Me costaría recordarlo. Pero bueno, es lo que decimos, es el deporte y nada, me ha tocado y nada, ahora a recuperarse lo antes posible y ver si podemos hacer algo más. ¿Cuál es el programa? Contador naar huis dus morgen met het privévliegtuig van Oleg Tinkoff. Wat rest er nou voor jullie in deze tour? Nou, we gaan morgen tijdens de trainingen ergens samen zitten en dan denk ik dat we... Uithuilen? Nee, doorpakken zou ik het eerst zeggen en... Ik denk dat we heel doelbewust een aantal etappes gaan aankruisen die onze renners goed liggen. We hebben een aantal jongens die zijn heel goed in vorm. Die waren klaar om Alberto goed bij te staan.
En wij zijn ervan overtuigd dat die, als die jongens in de juiste ontsnapping zitten, dat ze een etappe kunnen pakken. Dus we gaan heel doelbewust een paar etappes uitkiezen. En daar gaan we proberen aan de slag te slaan. Nou, succes ermee en dankjewel. Ja, geen dank. Mooie reportage daar bij het hotel van Steven de Jong vandaan. Dankjewel, Jeroen. We zien je en horen je morgen terug. Het algemeen klassement, om dan de etappe van vandaag maar af te sluiten, ziet er als volgt uit. Nibali heeft de gele trui terug. En hij heeft een voorsprong op Richie Porte, de nu kopman van Sky, van 2.23 op 2.47. Valverde, die rijdt mee met alles. Bardet, Galopin, Pinot, de Franse zinger op de 14e. Van Garderen is mee. Pero is er zelfs bij, Rui Costa, je ziet hem niet, maar hij is er wel. En Bauke Mollema sluit het tiental af. Aafkes tiental op 4.06. En dan hebben we de etappe van vandaag gehad. Nou, dat wil zeggen, valt het jou ook op dat er zoveel gevallen wordt dit jaar? Want daar hebben wij het nou vanavond over gehad allemaal. Ja, nou ja, als de grote favorieten vallen, dan valt het natuurlijk extra op. Maar er wordt veel gevallen. En het weer heeft natuurlijk ook wel parten gespeeld. Als je ziet hoeveel regen er al is gevallen in de Tour, dan... Wordt er bij jullie ook meer gevallen dan in het verleden? Nee, zou ik niet. Bij de mannen dus wel? Ja, nou, de druk in de Tour de France is natuurlijk wel ontzettend hoog. Als dan het weer ook nog eens... Maar de druk in de Giro d'Omma ook? Is ook hoog, en dat klopt. En het peloton in de Tour de France is nog wat groter. De teams zijn groter. De treinen die zitten continu bij elkaar geformeerd. En die geven elkaar weinig ruimte. En dat zorgt wel voor een bepaalde stress en spanning in het peloton. Thijs? Ja, hij sluit me volledig bij aan. Maar dit is wel echt een heel groot probleem. En we hebben het hele voorjaar gezien dat er weet ik hoeveel werd gevallen. En als je nu naar deze Tour kijkt, nou ja, wielrennen eet eigenlijk zijn eigen kampioen op. Cavendish tegen Kittel was het grote duel. Nou, Cavendish eerste rit heb weg. Daarna het grote duel tussen Froome en Contador. Nou ja, allebei weg. En nu, ja, de Tour is nu, ja, als er niks misgaat, Nibali kan alleen vind maar... Jij? Ja, heel erg, heel erg. Nibali was eigenlijk gewoon, ja, de schaduwfavoriet hooguit. De nummer 3 op de lijst. En die is nu eigenlijk op weg om de Tour te winnen. Als hij nog verliest, dan heeft hij echt wel... Dan moet echt iets vreemds gaan gebeuren voordat hij de Tour moet verliezen. En dit is niet goed voor de sport. Ja, hier zijn... De wielrenner heeft al problemen om sponsoren te vinden. Kun jij je voorstellen, als jij nu een bedrijf bent en je denkt, nou, oké, we gaan in deze sport stappen, wij gaan een ploeg sponsoren, die heeft een kopman en die gaat naar de Tour en binnen een paar dagen ligt hij weer uit de Tour. Ze kunnen met z'n allen wat doen, jij zeggen, ja, dat hoort erbij en het is altijd zo geweest. Ja, dat is niet waar. Het wordt steeds extremer. En als we niet met z'n allen gaan nadenken over andere manieren hoe je als wielrenner je kampioenen een beetje kunt beschermen, niet eens, weet je, dat ze verliezen, tuurlijk, dat hoort erbij. En dat er wordt gevallen, tuurlijk, dat hoort er ook bij. Maar dat het zo extreem is. Nou, dit kan toch ook. Als je Contador kijkt, die stapt op zijn fiets met een gebroken scheenbeen. Mm-hmm. Ik ben ooit een keer geschept door een auto, had twee sleutelbenen gebroken. Nou, ik had echt niet de gedachte om op een fiets te gaan stappen. Ja, maar die mannen kunnen enorm pijn verwijten. Ja. Maar met een gebroken scheenbeen op een fiets. Hij is niet de eerste. Ja, als je heel veel adrenaline hebt en je stapt op, ja, dat gebeurt een stuk vaker natuurlijk. Hij kan er ook niet mee door. Ja, maar Halbe, jij bent consument. Je zit naar de televisie te kijken. Je kijkt naar alle grote koersen. Je ziet dit ook gebeuren. Wat denk jij dan? Ja, het is gewoon niet gezond. Topsport is niet gezond. Hoor. Topsport is sowieso niet gezond. Maar we hebben het er ook over gehad eerder vanavond. Je hoort alle verhalen over dat ze preventief pijnstillers slikken. Ja. Als je pijnstillers slikt, dan ben je ook trager met je reacties. Dan reageer je niet snel genoeg. Ja, en dat kan een oorzaak zijn waarom je ook sneller op je plaat gaat. Waarmee niet gezegd is dat de valpartijen van Froome en van Contador tramadol als basis hadden. Maar er is een Belgische arts geweest die zich daar al in het openbaar over heeft geuit. Ja, het kan één van de oorzaken zijn. Ik bedoel, we moeten niet gaan doen alsof dat de oorzaak is. Kijk, als je een stuurfout maakt in een afdaling, dan ga je gewoon. Ja. Er is niks meer aan te houden. En je zou ook kunnen zeggen, het is puur toeval dat deze twee renners dit overkomt. Nee, het is niet deze twee renners, want je hebt er veel meer. Cavendish, Talensky, weet je, de Tour, je verliest zoveel favorieten. En ja, de Tour, in de Tour wil je gewoon de beste renners van de wereld tegen elkaar op zien nemen. Net als je naar het WK voetbal kijkt, wil je Messi zien. En vinden we het ook jammer als Ibrahimovic niet bij het WK is. Maar het wielrennen krijgt het voor elkaar om, dus de wielrenners die ze op het WK hebben, de Tour, die hebben ze binnen een week, zijn ze allemaal weg.
Ik had me echt verheugd de komende anderhalve week op die tweestrijd. Contador in de bergen die continu het probeert wat af te knabbelen. En Nibali die het moet verdedigen. Nou, die hele strijd is nu weggevallen. We gaan even met Marianne praten. Want jij hebt wel wat te mede te delen eigenlijk. Toch? Je staat voor je sport, voor vrouwensport. Je hebt je ooit bij Prudhomme, de baas van de ASO, heb je je aangemeld. En je hebt gezegd van, mag ik u erop wijzen dat wij bestaan? Ja, nou goed, hij wist van ons bestaan. Maar ja. We zijn vorig jaar, eigenlijk is het precies een jaar geleden, gestart met een petitie om rond de tafel te komen met de ASO, met de toerorganisatie. Van wat kunnen we doen om ook een vrouwenwedstrijd te krijgen bij de Tour, of in ieder geval gelinkt aan de Tour. En we zitten nu een jaar verder en La Course gaat gebeuren. Ja. Op van wie vond dat idee? Hoe is dat ontstaan? Met een aantal renners zijn we die hebben dat idee opgevat. Met Emma Poelier, een voormalig wereldkampioen die ook in de Giro Rosa 3 etappes won. Een Amerikaanse en nog een Engelse. Maar jij was woordvoerster? Nou, nee, eigenlijk hebben we dat met z'n allen opgepakt. En juist ook vanuit de verschillende windstreken en vanuit verschillende ideeën. Ja, maar het helpt wel als de wereldkampioen er is, hè? Nou ja, goed, je moet natuurlijk mensen hebben die dat mee kunnen dragen en daar ook binnenkomen, hè, bij de ASO. En dat is gelukt. Nou, niet alleen Prudhomme, maar de hele ASO heeft geluisterd. En waren ook eigenlijk wel zelf mee. Ze waren zelf enthousiast over het idee. Ja, laten we even voor mensen die dat niet meer weten zeggen, dat er bestond ooit een Ronde van Frankrijk, féminin. En die vond die plaats voordat de mannen reden. Daar zijn ze snel van afgestapt. En toen hebben ze een apart parcours gemaakt. Maar na enige tijd zeiden ze van de ASO van, nee, dat is niet commercieel genoeg. Daar verdienen we niks aan. We stoppen ermee. Toch? Ja, dat is inderdaad langzaam verdwenen. Het is eerst samen geweest, toen overgegaan naar een andere organisatie. En juist die andere organisatie, ja, dan is er dus helemaal geen link met de Tour de France. En dat is langzaam verdwenen. Maar ja, de ASO zag nu ook wel weer dat het vrouwenwielrennen in de laatste 5 à 10 jaar zo enorm gegroeid is. Dat het wereldwijd ook echt wel een markt heeft. En dat ook de toeschouwers er klaar voor zijn om wat meer van de vrouwensport te zien. En ik denk dat, dat de laatste jaren op de wereldkampioenschap, op de Olympische Spelen, hebben we onszelf al in de etalage gezet. En dat heeft echt ook heel veel reactie gekregen wereldwijd. En dat heeft de ASO ook gezien. Dat leverde bijvoorbeeld het volgende beeld op. Hier is de directeur van de Ronde van Frankrijk, Christian Prudhomme. En hier is de beste wielrennende vrouw ter wereld. Je had het wel druk met kussen, zeg, vandaag. Nou ja, goed. Jullie worden dus, kan je dat zeggen? Jullie worden serieus genomen? Ja. Eigenlijk het moment dat we rond de tafel zaten met de tourorganisatie, waren we meteen eigenlijk goed van start. En dat was heel fijn om binnen te komen en te weten, ja, we zitten echt met een partij op tafel die zelf ook mee wil denken. Je kijkt naar de mogelijkheden die er zijn, want we hebben al een hele mooie kalender met mooie wedstrijden. Ja, maar wat kunnen we nu toevoegen om een grote platform te krijgen, om echt wereldwijd te laten zien? Dus, ja. Hou het op, meid. Dus hebben we La Course. La Course. Bij de Tour de France. Nou, ja. Leg uit. Nou, op de Slodder, op de Champs-Élysées, rijden we met het vrouwenpeloton. En met alle toppers, internationale toppers, ook op de Champs-Élysées. En hebben wij onze wedstrijd voordat de mannen arriveren in Parijs. En dan gaat het natuurlijk spektakel zijn. De toeschouwers die zullen al aanwezig zijn. Er zijn er veel, hoor, kan ik je meedelen. Ja, ik ben heel erg benieuwd, want ik ken natuurlijk de beelden van de Champs-Élysées. Ik ben er zelf nog nooit aanwezig geweest. Maar ja, ik ben al jaren wielerfan en tourfan. Dus dan kijk je naar de tv en dan denk je van, wat zou het gaaf zijn om daar een keer bij aanwezig te zijn. En nu ben ik er niet alleen aanwezig straks over 2 weken. Maar jij gaat, met hoeveel gaan jullie rijden? We rijden met 20 teams van 6 renners. Dus je hebt 120 vrouwen. Hoeveel kilometer? We rijden 13 rondjes. En dat zijn 13 rondjes van de normale rondjes op de Champs-Élysées zijn 7 kilometer. Ja. Dus dat wordt gewoon knallen voor 2 uur. En zie je... waar zou je naartoe willen? Dit is uiteraard is 1 dag, maar je wilt uiteraard, lijkt mij, groter. Wat is je einddoel? Nou, dit is wel een hele mooie start. Een einddoel, dat is voor verder. Maar ik denk dat we binnen een jaar dit hebben weten te bewerkstelligen. Het gaat straks wereldwijd ook uitgezonden worden. En daar zo is zelf ook aangegeven, dit is waar we nu mee willen beginnen. Dit is de pilot. En
van ja naar ja moeten we gaan kijken wat kunnen we toevoegen en wat kunnen we nog meer doen om niet alleen de Tour, of niet alleen de vrouwensport, maar ook de Tour weer te helpen en een nieuwe concept echt grond te geven. Maar heb je die afspraak gemaakt dat je dus na deze wedstrijd gaat zitten en gaat kijken wat je volgend jaar of je dat kunt uitbreiden? Ja, ja. En de Tour-organisatie heeft ook wel zeker gezegd van dit is niet iets eenmaligs wat we even leuk willen doen omdat de vrouwen het verdienen. Ze zien daar ook echt wel toekomst in. Dus op de laatste zondag in Parijs, voordat de mannen binnen zijn, een peloton van 120 vrouwen in Parijs over de Champs-Élysées. En er komt nog iets bij wat ja, altijd naar voren komt als er over zulke bedragen gesproken wordt. De vrouw die als eerste de lijn zal passeren zal 22.500 euro verdienen. Nou, dat is wel meteen door de Tour-organisatie gezegd. We willen gewoon het etappeprijzengeld wat de mannen verdienen, willen we gelijk trekken aan wat de vrouwen gaan verdienen. Ja, dat is mooi. En de Fransen, de ASO, heeft er ook werk van gemaakt en laat aan de wereld zien hoe die koers, La Course, er op die zondag uitziet. Laatste zondag in Parijs. Nou, we gaan kijken en we zullen het ook uitzenden. Ja, mooi. Ja? Halbe, zit een gezonde geest in een gezond lichaam? Ja. Ja? Ja. Bij jou zeker? Wel. Ja, bij mij wel. Is dat ook een stelregel van je? Ik denk als je je niet goed voelt, dan gaat dat ook in je hoofd doorwerken. En omgekeerd. Mm-hmm. Dus heb jij er altijd voor gezorgd dat je gezond was? Ja, sporten. Ook al een beetje opletten. In de politiek kun je genoeg aan de drank zitten. Dus met mate, een beetje op jezelf letten. Ja, dat heb je altijd gedaan. Je hebt het al verteld, je hebt gevoetbald. Ja. En daarna heb je de fiets gevonden. De fiets gevonden en eigenlijk verliefd op geworden. Veel koersen gefietst, toertochten. Luik-Bastenaken, Amstel Gold Race. Maar dat doe je niet voor je plezier, Luik-Bastenaken. Ja, dat doe je wel voor je plezier. Dan ga je kapot. Ja, maar dat is ook wat het weer lekker maakt. Ja, en dan kom je maandag de kamer binnen en dan roept de marktherrie van... je leven hart, nog, zegt hij dan meestal. Ja, ja. Probeer hem ook eens op de fiets te krijgen. Maar, Ik heb mijn doelen hoog liggen, maar... ben jij echt de uitzondering binnen de politici van op het ogenblik? Nee, er wordt wel meer gefietst. Sybrand Buma van het CDA fietste ook. En er zijn volgens mij wel meer. Ja. Emiel Roemer fietst niet, maar is een ontzettende wielerfan. Ook altijd bij het criterium van Boxmeer betrokken. Ben Bot fietste graag. Ja, was ook een... Frans Timmermans is een enorme wielerfan, weet ik. Zo zijn er dus wel meer. Ja, maar je wordt niet gek aangekeken. Stef Blok is een ontzettende fanatieke fietser. Ja. Ook dat? Is het een VVD-sport aan het worden? Ja, VVD is een volkspartij en fietsen is volgens mij ook een volkssport. Dus past goed bij elkaar. Ja, maar als een volkspartij naar het volk kijkt, dan ziet die volkspartij een volk dat heel erg opbloeit als we succes hebben met een voetbalploeg. Dat heel erg opbloeit als er ineens een bouw en lauw zijn. Appelleert dat bij jullie aan bepaalde gevoelens? Ja, ik denk dat iedereen hetzelfde trots voelt op het moment dat je daarnaar kijkt. Sport is toch iets wat enorm verbroedert. Hè. Zo'n Nederlands elftal de afgelopen weken. We zeiden in de Tweede Kamer, we waren gekscherend tegen elkaar. We zijn nog nooit zo rustig het zomerreces ingegaan. Want heel Nederland was bezig met voetbal. En alle druk bij ons was er wel vanaf. Ja, maar dat zegt toch veel? Ja. Dat zegt toch veel over ons land ook? Het zegt veel over ons land en over onze aard. En dat we heten dan een nuchter volkje te zijn. Maar dat valt wel reuze mee. Ja, maar het zegt bijvoorbeeld ook dat we op hoog niveau presteren. Ja. Kunnen presteren. Ja, als we en dat gaan. Doen we dus in een land waar bijvoorbeeld gymnastiek op scholen niet meer aanwezig is. Het begint weer op te komen. Want ja. We hebben natuurlijk niet voor niks gezegd dat er nu 2 uur per week weer gymles gewoon moet komen op school. Ja. Omdat je gewoon ziet dat zijn doorwerking heeft in de hele keten van sport. In gezondheid, obesitas, ook zo'n probleem. Maar dat is ook in de topsport. Heb je wel eens gezien
Hoe groot de paragraaf sport is in de meeste... Ja, vrij kort. Ik hoefde mijn zin niet eens af te maken. Ja? Dat klopt. Ja. Hoe komt dat dan? Omdat, dat praat ik voor mijn eigen partij, wij ook vinden dat sport ook iets heel veel is van mensen zelf. Waar je als politiek ook niet te veel mee moet bemoeien. Maar het moet wel goed georganiseerd worden. Je moet randvoorwaarden zorgen. Dat is ook waarom het heel belangrijk is bijvoorbeeld dat we nu het kabinet, volgens mij was het afgelopen vrijdag, besloten heeft om het hele loterijwezen om te gooien. Waardoor er ook meer afdrachten vanuit die loterijen naar de sport gaan. Dat is het brood nodig. Want er zijn heel veel sportbonden op dit moment in financiële nood. En die drijven op die gelden uit die loterijen. En dat is dus ook goed dat het kabinet op dat punt nu een stap zet. Want dat was, het was echt heel hard nodig. Ja. We hebben je gevraagd of je wilde fietsen. En je zei, ik wil graag fietsen. Toen heeft Herbert Dijkstra heeft zijn fiets afgestaan aan jou. En toen is Thijs met je meegegaan. Kan je even duiden waar je gereden hebt? Ja, wij zijn in Le Tilo zijn we opgestart. En toen zijn we de Lecroix overgegaan. Bergje van de derde categorie. Dat ging eerlijk gezegd dat ging eigenlijk wel goed. En dat leidde tot lichte overgangen. Dat vond jij of vond Thijs dat? Nou, volgens mij vond hij dat, maar dat moet je zelf zeggen. dat leidde wel tot lichte overmoed. En toen we dus bij die ene laatste col de Chef Evre kwamen, dat was echt een stijl rot ding. En dan ging ik halverwege echt, dan ging het licht echt wel uit. Maar goed, maar we zijn boven gekomen. Je wilde je niet laten kennen? Nee, maar die top die moet je gewoon halen. En eigenlijk heb ik hem niet gehaald, want onder wielrennen stelt alleen een beklimming als je je voet aan de grond hebt gehad. En dat is niet gelukt vandaag, dus ik moet hem ooit nog een keer doen. Goed zo, hier is de dag van Thijs met Halbe. Zo, gered. Oh mensen, ik geloof dat ik iets meer moet trainen. Je hebt een lijsttrekkersduur nodig. Ja, nou onder lijsttrekkersduur doe ik hem nog wel aan, maar wat een stijl kreng dit, hè. Goed, Halbe. Was dit jouw stemindicator voor volgende verkiezingen of niet? Mijn stemindicator? Nou, ik zal geen uitspraak doen over mijn politieke voorkeur. Maar laat ik zeggen, ik vind het goed dat hij vandaag een beetje heeft afgezien. Al was het maar als vraag voor bewegingsonderwijs. Ja, dat vind ik echt. Me too. We leggen dat ieder jaar op tafel. En altijd als er mensen met politieke randjes zitten, dan komen we erop terug. En ze geven bijna allemaal dezelfde antwoorden zoals jij die ook gaf. Want zo handig zijn jullie wel. Maar er gebeurt geen barst. Maar er is nu wel wat gebeurd, hè? Nee. Gymnastiek gewoon terug, georganiseerd op scholen. Ja? Mensen de kans geven om een vogelnestje te maken. Mm-hmm. Om in de ringen te hangen. Ja? Om aan sport te doen. Dat gewoon op school verplicht stellen. Maar Mart, ook kijken wat er wel gebeurd is. En we hebben dus nu de stap gemaakt dat we 2 uur, dat is nog steeds weinig hè, maar dat 2 uur op de scholen aan gym gedaan moet worden. Met gekwalificeerde leraren, dus niet een leraar die het er een beetje bij doet. En dat zijn stappen die nodig waren, onmiddellijk mee eens. En dat gaat ook nog jaren duren voor we die achterstand hebben ingelopen. En er moet nog meer gebeuren. Maar er is wel een stap gezet. En dat moeten we ook durven zeggen. Maar zou er niet eerst gewoon eens een keer een debat moeten komen over wat nou eigenlijk de waarde van sport is? En dus kan je daarna eens gaan kijken, wat willen we ervoor uitgeven? Want nu gaat het elke keer over, nou ja, dan gaan we weer, dan kan iedereen een fiets kopen voor zijn werk. En dan schrappen we de regeling weer. Nou, dan worden weer minder fietsen gekocht, gaan mensen weer minder bewegen. Volgens mij, als je als politieke partij er nooit over hebt, dan komt er ook nooit een vervolgstap. Er wordt in politiek nog wel er wordt meer over sport gesproken, durf ik wel te zeggen, dan eraan gedaan wordt. En toch moet je ook terughoudend zijn als politiek. Je moet, vind ik, daar waar, je, waar sport heel veel dingen zelf goed voor elkaar weet te krijgen, moet je als politiek niet doorheen gaan rennen. Het is niet goed voor elkaar in Nederland. Dat is schijn. Het is niet goed voor elkaar. Het is houtje-touwtje werk. Het komt allemaal uit de mensen zelf. Als wij geen Van de Hogeband hebben, als wij geen Teun de Nooier hebben, als wij geen Marianne Vos hebben, dat zijn mensen die het allemaal zelf hebben moeten doen. Klopt. Ja? De organisatie daarachter is zeer wankel. Maar ik denk dat Marianne Vos met politieke steun echt niet beter was geworden dan ze nu is. Misschien, nee, dat hoeft geen politieke steun te zijn. Dat moet steun zijn. Ja. Maar dat is ook waarom het zo belangrijk is om die bonden en dat verenigingswezen, wat in Nederland een van de pijlers is van onze sportwereld, om dat te ondersteunen. En dat is nogmaals ook waarom het zo belangrijk is dat we nu vanuit die loterijen fors meer geld voor sport gaan vrijmaken. Want uiteindelijk moeten die structuren moeten blijven functioneren. Dat is waar de sport in Nederland op gebouwd is. Dan moeten we verder rest als overheid verder van blijven. Maar wel zorgen voor dit soort zaken. En dat hebben ze afgelopen vrijdag
als kabinet goed gedaan. Oké, dat geef ik je dan mee. Je bent al staatssecretaris geweest. Je hebt je zeer populair gemaakt in de creatieve hoek van Nederland. Ja, daar hebben we het over. Ja. De volgende keer dat je aan tafel komt, ben je minister van Sport. Oké? Okay? Nou, het lijkt me neer. Ja, het lijkt me mooi dat ze dat zouden doen. Als ik het word, dan nodig jij mij uit. Ja, als ik er nog ben. Je had een shirt aan en dat was van een stichting van Bauke Mollema. Ja. Dan willen we nog even zeggen van als u dat ooit tegenkomt, en we zullen daar wel iets aan doen. We zullen dat aan Mollema vragen, misschien morgen wel van de stichting. Dan weet u ook, hij was niet gesponsord. Hij reed voor een goed doel omhoog. Zo is alles rechtgezet. De rennerkenner. Antwoord naar tourquiz@nos.nl. Gisteren zochten we naar een Nederlandse renner. Zijn hoofd in volle inspanning was altijd rood als een tomaat. Net als de tomaten in de kassen van het Westland waar hij vandaan komt. We doelden op Gerrit Zonneveld, de tomaat. Het leuke is dat we aan tafel hier niet het Gerrit Zonneveld zeggen. De Sol. Zo hoort hij door het leven te gaan. Toch? Zo ken jij hem, absoluut. Zo ken jij hem. Zo. De Sol. Grootsknecht in de Tour. Atje van der Wegen uit Steenbergen. Hartelijk gefeliciteerd. U krijgt deze prijs. De DVD, de bidon, de pet en de trui. En dan zou in de volgorde dan nu gepraat worden over de dag van morgen. Morgen is het een rustdag. En de meeste ploegen liggen rond Besançon. Daar waar wij op het ogenblik op de binnenplaats van dat idioot grote ziekenhuis zitten. Waar geen mens meer ligt. Waar niks gebeurt. Waar het heel stil is. Dus geen dag van morgen. Maar toch nog wel even een contemplatie. Gisteren overleed in Nederland Jan Nolte, geboren in 1930. Jan Nolte was een van de beste renners die wij ooit hebben meegemaakt. Hier ziet u hem. Hij was renner in de jaren 50. Hij won een etappe in 52 en een etappe in 53 in de Ronde van Frankrijk. En hij was ook nog eens een keer winnaar in een etappe in de Ronde van Italië. Hij, Jan Nolte, lang, Limburger, die kon het opbrengen om tegen de allergrootste van die tijd, van de jaren 50, te rijden. Dus hij kwam uit tegen Coppi en tegen Bartali. En hier zien we hem op een van zijn grootste en grootste momenten als winnaar in de Tour. En dit is een traditionele foto. Wij gedenken een groot renner die 84 jaar oud werd en overleed gisteren in zijn eigen Limburg. Jan Nolte, 1930-2014. En daarmee eindigen we onze uitzending. Wat ga jij morgen doen? De persconferentie van La Course. En daar ga je zitten en dan ga je de hele wereld pers vertellen hoe en wat. Ja, nou ja, wat er gaat gebeuren en hoe het er aangepakt wordt. Ik vind het hartstikke leuk dat je het zo aanpakt, weet je dat? Heel veel succes. Hartelijk dank. Ja? En we zullen naar je kijken hoor. Graag. En ga je voor die etappe-overwinning daar op Parijs? Nou ja, we gaan er. Maar er gaan er nog 120 voor of 119. Ja, maar je moet hard sprinten daar. Hè? Zeker, dat wordt koersen. Ja. Wat ga jij doen? 'S Ochtends terugvliegen en 's middags functioneringsgesprekken met kamerleden. En denk je dat, maar denk je dan dat Den Haag tegen je zal zeggen, zeg, wat zat jij je daar aan te stellen op die call? Nou, na het begin van deze uitzending denk ik dat mijn vrouw zegt van, wil je wat rustiger aan doen in die afdaling? Ja. Oké, maar dat hebben we niet gehad. En wij werken morgen. Wisterst. Goed zo. Dat was het. Morgen zijn we terug met de avondetappe. Er is één vrouw die mag afsluiten, ook op deze 14e. En het vuurwerk is licht hoorbaar. Ja. Schitterend. Oh. Cheers. Cheers. Buenas noches.